dat zegt dat we in ieder geval deze niet plat gereden kunnen worden. En we hebben er nu 7. Het is nog februari, maar de paddentrek is al begonnen in de buitengebieden in de Achterhoek. Al vele jaren zetten Doetinchemse vrijwilligers zich in om de dieren veilig over de wegen te zetten in de buurt van de Kruisberg. Broodnodig, vindt biologe Henriette van der Loo. Want het is erg gevaarlijk voor de kleine padden. Omdat er Nederland zo versnipperd is, dat overal de natuur doorkruist wordt, natuurgebieden en trekroutes doorkruist worden door wegen. En hier is het dus ook, kijk, de verharding loopt tot daar bij de camping. Als dit hier nou een zandweggetje was, was het waarschijnlijk niet nodig geweest, want er rijdt er niet zoveel verkeer. Maar dit is hier een druk stuk. En dat is overal in Nederland zo bijna. Langs de rand van de weg is een afschermstuk aangelegd. De achterliggen emmers, waar de vrijwilligers de padden in opvangen. Vervolgens worden ze op een veilige, waterrijke locatie weer losgelaten. Maandag hadden we er 6. Gisteren 2. Nou weer 7. En het zijn ook padden. En de salamanders dus niet, terwijl we die anders echt heel veel hadden. Wat willen deze aantallen dan precies zeggen? Precies zelfs met de vleermuizen tellen. Je kunt er niet echt zien, zeker niet op één stuk, hoe het ermee gaat. Maar al die gegevens die binnenkomen bij de RAVON over heel Nederland, daar kunnen ze wel gemiddeld uithalen. Dus je bent altijd maar één van de puzzelstukjes. Al die tellingen zijn online te vinden op de pagina van de werkgroep. Van der Loo heeft nog één goede tip voor automobilisten om de padden een veilige overtocht te bieden. Ze kunnen erop letten door A, veel minder hard te rijden en goede lampen erop te zetten. Nou, eigenlijk beter niet te rijden, 's avonds, 's nachts. Maar ja, er zijn daar ook een hele hoop mensen die vervloeken ons. Die denken, daar komen ze weer. Want nou kunnen ze niet goed passeren en zo. In 2016 was het doel om door te gaan tot het niet meer nodig is en alle jonge padden een veilige route naar het water hebben. Voor de komende tijd blijft dat doel onveranderd. Nou, gewoon doorgaan. Net als de vrouw van Navalny, hè. Gewoon doorgaan. Hoi.